We zijn natuurlijk altijd aan het kijken hoe we onze presentatie kunnen optimaliseren. Zo ook onze presentaties binnen Microsoft Teams. Nou, nu is er een nieuwe functionaliteit, de Presenterview. En deze is wel echt heel tof. Ja, wat we vroeger, of nu nog steeds wel, met OBS deden. OBS is software om de videostreams totaal anders weer te geven. Kunnen we nu deels al met Teams doen. Wat kun je daarmee doen? Nou, stel jij geeft een presentatie en je denkt van, normaal zit je dus aan de zijkant of je bent helemaal uit beeld. Ja, normaal wordt je PowerPoint gedeeld, dus je ziet het scherm van je presentatie. Eerst was aan de rechterkant, nu is het ondertussen aan de bovenkant. En het mooie is dat bij de Presenterview dat je echt voor je presentatie komt te staan. Dus alsof het in real life is. Ja, eigenlijk zoals we het nieuws kennen bijvoorbeeld. Waarbij dat het nieuws op de achtergrond is. Of de weerman die staat aan de voorkant en die wijst aan. Dit is de presentatie. Nou, dat kun je nu dus doen binnen Microsoft Teams vergaderingen. Ja. Nou, dat is wel heel erg cool. Want dat is, heb je normaal extra software voor nodig. En nu kun je het gewoon standaard. Ja, voordat we het in de demo gaan laten zien. Mocht jij echt het gevoel hebben van, hey, wij vergaderen heel veel via Microsoft Teams. Wij willen onze vergaderingen echt een stuk professionaliseren. Of jullie doen heel veel hybride vergaderen. Dus deels medewerkers op kantoor, deels medewerkers thuis. En je denkt, hoe kunnen we daar nou het beste mee omgaan? Eventueel met apparatuur, maar ook functionaliteiten zoals deze. Eventueel board of de breakout rooms, maar ook gebruik van notulen. Nou ja, het zijn allerlei dingen waar je aan kan denken. Bekijk dan even onze website en de aanbodpagina. Er staan een paar hot topics, waaronder dus hybride vergaderen. En heb jij het idee, hey, wij willen daar meer uit halen, neem dan dus vooral contact op. Voor deze meeting zit ik in, of voor deze video zit ik in deze meeting al. Als ik dan naar delen ga, heb je hier de presentatiemodus, de inhoud delen of achtergrond delen, de inhoud als achtergrond. Stel dat ik even een Chrome tab deel, dan zien we nu dat de Chrome tab gedeeld is. Dat zie je aan het rode randje. Aan de bovenkant zie je echter dat we nog twee items hebben en hier kan ik dus switchen. Wat je dan ziet is dat er een tweede scherm naar boven wordt getoond. Dit is nog steeds mijn view. Dus ik zie hier precies wat ik aan het doen ben in mijn view. Als ik dan even terug ga, als ik dan kijk naar wat degene ziet die de meeting bekijkt. En in dit geval ben ik dat zelf ook op een ander device. Dan zie je hier dus, dit is wat ik daadwerkelijk aan het uitzenden ben. Dus je ziet hier precies wat er gebeurt. En ik kan eventueel nog request control doen, doe ik even niet. Maar zo kun je dus eigenlijk vrij eenvoudig, en ik ga hier even terug naar de normale view, dan zie je ook meteen dat hij terugschakelt, dan krijg je de camera linksboven. Dus dit werkt dus vrij simpel. Ik ga even terug naar mijn meeting. Die klik ik even open. Ja, ik stop met delen en vervolgens is de meeting weer gewoon zoals je gewend bent. In deze heb ik overigens wel OBS gebruikt, dus vandaar dat je wat extra tekst ziet. De demo over de Presenterview. Hoe tof is het dat je nu gewoon voor je presentatie kan staan of zitten, terwijl je gewoon je presentatie via Teams doet. Deel het ook vooral met je collega's. Ik denk dat dit echt een hele interessante video is. Er wordt veel gepresenteerd en vergaderd via Teams. En deel het met ons wat je ervan vindt, hoe je hem gebruikt. Of dat je misschien toch OBS nog steeds gebruikt. Dat kan ook. Ja, dus, maar ik denk niet voor iedereen. Nee, absoluut. Maar laat het vooral hieronder weten. Ja, deel het met je collega's. En vond je deze video nou tof? Duimpje omhoog en abonneer je vooral op ons YouTube-kanaal.